2,5 jaar geleden anonieme amateurvoetballer en nu de sportman van het jaar in de hele regio Rijnmond. Ja, wie had dat verwacht, hè? Nee, ik ben echt blij mee en ik vind het een grote eer. In je speech op het podium had je het over dat jouw glorietijd wat vorig seizoen betreft misschien wel in 2015 lag. En toch word je geëerd in 2016. Nou, dat was misschien ook een klein beetje overdreven. Maar de uiteindelijke prijs wonnen we natuurlijk wel in 2016. En het was ook niet zo dat ik de rest van het jaar niks meer heb gedaan. Hoe is dat voor jou om nu min of meer gedwongen te worden terug te blikken op een fantastisch seizoen, midden in een fase waar het bij Sparta net even wat minder gaat? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet op die manier over na heb gedacht. Ik vind het vooral mooi om deze prijs te winnen. En tegelijkertijd is het morgen ook gewoon weer om 10 uur op het veld om ervoor te zorgen dat we, dat we in de laatste wedstrijden van dit kalenderjaar nog resultaat gaan halen. Ik had er op deze manier niet over nagedacht en het maakt voor mij ook geen verschil. Jij bent iemand die verder kijkt dat zijn neus lang is. Dan weet je ook wie Joost Luit is. Dan weet je ook wie Koos de Ronde is. Had je wat aan kansberekening gedaan vooraf? Nou, dat vind ik sowieso heel lastig. Ik bedoel, sportmannen met elkaar vergelijken die een compleet andere sport bedrijven. Ik geef het de jury te doen, want ik vind eigenlijk dat het bijna onmogelijk is. En die andere twee sportmannen die presteren gewoon ongelooflijk goed op wereldniveau. Dus ik had goede concurrentie. Het is natuurlijk inderdaad wat jij zegt, appels met peren. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen, ja, een sportman uit een teamsport, kan dat wel? Wat vind jij? Ja, ik denk dat je nu gaat zeggen dat het wel kan. Nee, daar ben ik het zeker mee eens. Want zeker de prestatie van Sparta dit jaar en een klein stukje van het vorige jaar is gewoon een absolute teamprestatie geweest. En dat is ook onze kracht en dat vergeten we niet. Dus daarom is die andere prijs misschien net wat mooier. Het zorgt er alleen niet voor dat ik minder blij ben met deze. Ja, sowieso sportploeg en sportman. Je bent niet voor niets naar het SS Rotterdam gekomen. Nee, precies. Als je dan genomineerd bent, dan wil je hem ook wel winnen.